mensen, welkom bij een nieuwe video. Zo, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Korpsjaal. Vandaag spelen we Clash Royale. Laat hem vast die like achter. En ik heb het lang geleden dat ik het gevraagd heb, maar we gaan nu voor een bepaald aantal likes. En dat is nu de 3000 likes. En dan denken jullie, waarom voor de 3000 likes? Dan moet er wel iets heel zieks zijn. Ja, er is ook iets heel zieks. Ik heb mijn naam eindelijk weer terug. UMAP bro. Super chill dat ik dat terug heb. Jullie kunnen het in 3, 2, 1 nu zien. UMAP bro. Ik kreeg geen naam change. Ze zeiden tegen mij, we veranderen je naam weer terug in UMAP bro. Hoe je dus, zo sta je ook weer bekend. Maar je mag geen naam change, want dat kon niet om weet ik veel welke reden. Maar ze hebben gewoon mijn naam dus veranderd naar UMAP bro. Ik slokje neem, want ik hoest helemaal. Naar UMAP bro, wacht even. En daar ben ik dus heel blij mee. Dus ik hoop dat we dan ook gewoon die 3000 likes kunnen halen. Ik ben er dus heel blij mee dat ik mijn naam terug heb. Wij gaan een potje online spelen, denk ik. Ja, dat gaan we doen. Met dit deck dat ik gemaakt heb, heb ik zelf gemaakt. Ik zat een beetje te denken, welk deck wil ik nou mee gaan spelen? Mortier is heel goed op dit moment. Alleen, ik ben er zelf niet zo heel goed meer mee. Ik heb Graveyard. Graveyard Freeze is een combo die je kan gaan gebruiken online. Dan heb je nog even denken, dan heb je Royal Giant, maar dat vind ik nou niet echt heel erg leuk om te gebruiken online. En dan houdt het al een beetje op. Je kan Hok doen, maar Hok is wel heel lastig. Dus dan of Setbait kan ook, maar dat is ook best wel lastig. Of Golem, maar Golem ben ik ook niet zo heel goed in. Daar zijn eigenlijk wel genoeg manieren. Maar ik kwam er toch op de conclusie dat ik toch Graveyard het chillst vind op dit moment. Dus daarom gaan we dit doen. Ik heb een beetje de deck zo gemaakt. Bodo zit erin om die naar level 6 kan, maar ik ga eerst mijn Knight naar level 13 doen. Ik moet nog bij nog 280 ongeveer. En dan hebben we Knight level 13 max level. Dat is 100k. Dus 100k. Dus daar spaar ik even goud op. Ik ben nu ook in een Grand Challenge een beetje bezig. Want ik ben een goud aan het opsparen voor die Knight. Want ik denk dat over wat zou het zijn. Ik denk over 4 dagen of zo. 5 heb ik een max. Minimaal in een week. Dus maximaal in een week. Dus daar heb ik heel veel zin in. Een max komen voor het eerst. Maar we gaan eerst een potje online spelen. Inferno kan ook nog eens naar 9. Maar ik wacht dus eerst op 100k voor die Knight. Maar wij komen tegen LC4i. We zeggen het gewoon zo. Uit de clan Alcoholics. Of Alcoholics. Hoe je het ook wil uitspreken. We doen eventjes dit zo in de back. Splitten we. Level 11 Knight. Dat is chill. Dat is lager dan mijn Knight. Dat is natuurlijk altijd fijn. Ja, dan doen wij. Oh, had ik nou een Lightning nu. Nou, doe ik even een Knight hier. Zo, ook op Archer. Ga ervoor. Verder achter bedoel ik juist. Ja, top. Oh, hij heeft ook een Ice Bird. Oh, best wel dezelfde dingen. Doe ik even Ice Bird. Hoppatee. Zo, gooi ik hier een Infinitor op. Wij hebben helaas geen Hok. Of helaas, ik weet nog niet of het helaas is. Niet helemaal hetzelfde. Is het natuurlijk ook weer niet. Ik stel de Bowler ervoor. Hoppatee. Zo, die Bowler was totaal niet nodig. Die Bowler was echt totaal niet nodig. Nou ja. Kijk wat die Bowler gaat doen. Ik wou zeggen, misschien doet hij meer. Daar heb ik arrows voor. Maar voor de rest ga ik dit gewoon een beetje laten gaan. Dan doe ik zo bij 10 elixir. Doe ik even de archers in de back. Kijk, die Bowler. Die heeft zoveel levens. Dat is echt niet normaal. Archers in de back. Zo. Doe ik zo een knight op zijn musketier. En dat doen we nu. En dan hebben we nu eventjes geen infernatoren meer. En nu wel weer. Kost ons 6 elixir. Maar ja, daar hebben we ook wel wat. Hè. Daar hebben we ook gewoon die toren helemaal beschermd. Hoppatee. Infernootje erop. En die Infernootje is ook redelijk levend. Hopelijk doen we wat damage via de linkerkant. 1 hit van de Knight. Dat valt nog een beetje tegen. We spelen heel rustig. Puur omdat ik nog niet echt een grote push heb kunnen maken. Wat gaat onze tegenstander nu doen? Het hoeft ook eigenlijk niet. 1 Graveyard Freeze combo. En het is al gespeeld natuurlijk. Ik doe even de bolen in de back. Ik dacht dat hij me zo mijn Hogwider of mijn Infernatoren eruit cycelt. Ja, komt hij nu al met zijn ding? Ja, dat komt nu al met zijn Hogwider. Hij cycelt mijn Inferno er dus uit. Gooi even de Knight hier neer. Zo, en dan gaan we, kunnen we kiezen via links of via rechts met de Graveyard komen. Ik ga denk ik via links doen om te bodem nog eventjes duurt voor die er is. En dan heb ik straks een combo Graveyard Freeze kan ik dan maken van 9 elixir. Wacht ik eventjes nu. Zo, en dan doen we nu de Graveyard. En dan gaan we dit zo vriezen. In 3, in 2, in 1. Ik ga gewoon die musketier vriezen. Komt hij via de andere kant? Vind ik helemaal top dat je dat doet. Doen we dit en dit. Zo. En op een of andere rare manier pakken we gewoon geen damage met die Graveyard Freeze combo. Echt gewoon bijna niet. Dat is best wel balen. Ik ga hier een Knight op zetten. Zo. En dan ga ik nu gewoon weer komen met die Graveyard. Hoppatee, ben helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee nu. Gelukkig hebben we nu de Infernator ready. Dus kunnen we gaan gebruiken als we dat willen. Ja, dit willen we zeker. Zo. Gooien we dit even op. Zo, gooien we Archers even op. Zo. Nu pakken we iets meer damage met die Graveyard. Maar dat was nu niet met de gepaard met een Freeze. Dus dat verklaart waarom we niet die toren nog hebben. Gaan we nu wel proberen.
Gelukkig doet hij die musketier. Die kant op doe ik even de bolen hier. Want ik kom nu sowieso. Ja, ik kom sowieso met de hokwaarde. Ga ik dit even allemaal vriezen. Zo, anders zijn we de lul namelijk. Het moet eventjes. En dan gaan we nu via de rechterkant komen met onze graveyard combo, denk ik. Ik laat hem gewoon via rechts gaan. Prima dat jij dat vuurbalt. Vind ik echt heel fijn zelfs dat je dat vuurbalt. Gooi ik eventjes hier wat archers neer. Top. En dan gaan we nu kijken of we graveyard freeze kunnen gaan droppen. Niet de beste... ik speel niet op mijn allerbest. Nee, dat ga ik ook weer laten gaan. Dit is helemaal troep weer, deze push. Doe ik even Boder in de back. Nou, zolang we een Infernatoren ready hebben, komt hij er toch niet doorheen. Dus dat is wel weer fijn. Ja, gaan we een Infernatoren? Zeker gaan we een Infernatoren. Oh nee, oh nee. Oh, die Infernatoren is... Enfin, die Infernatoren, die Boder is zo dom, hè. Door die Boder kan die niet op de Infernatoren. Omdat die bowler de hokwaarder aan de kant duwde. We gaan nu wel vol doorheen komen met nog een bowler. En nu dan met een graveyard. Verdomme. We moeten er dus een keer doorheen komen. Jongens, wat is dit voor een gekkigheid? Ja, nee, dit is GG. In ieder geval GG. Dit is gelijkspel. Heel slecht gespeeld. Dit is niet het voorbeeld van hoe ik normaal dit deck speel. Het ging heel goed de laatste. Ik heb 4 potjes op rij gewonnen. Ik zat ook wel heel laag. Maar dit is even een heel slecht voorbeeld. We kwamen niet in de rotatie. En ik speelde gewoon heel ruk. Klaar. Maar we gaan kijken of het tweede potje wel beter, beter gaat. Nee, dat was heel slecht. Dit was echt heel slecht. We komen nu tegen Chen Chilpa uit de clan Wolf Revolution. Met ongeveer evenveel clubs als wij. Echt, we zitten zo laag. Ik kan er echt heel slecht tegen. Dan gaan we even de archers in de back doen. Gaan we even kijken. Gaan we even kijken wat onze level 12 vriend doet. Ah, Royal Giant. Dat is fijn dat wij dan een Infernatoren hebben. Hoppatee. Gaan we even kijken of we... Oh nee, snel Knight ervoor. Snel Knight ervoor voordat hij... Oké, mooi. Knight was niet echt nodig, denk ik. Dit laat ik voor de rest gaan. Even kijken hoor. Wat gaat onze tegenstander doen om dit te stoppen? Hij moet wel iets doen. Hij doet een Skarmie. Dat is helemaal prima dat jij een Skarmie doet. Dan doen wij zo rustig in de back een bodertje, denk ik. Ja. Zeker te weten doen wij een bodertje. En dan even kijken wat onze tegenstander doet. Komt hij met RG? Ik hoop het niet. Fijn. Ik ga even wachten tot er eentje dood is. Zo, dat is een tactiek. En dan gaat nu mijn Icebird niet dood. En ik kan daarna dan nog één groep van Firebirds uitschakelen. Mooi. Dan komen we nu met de graveyard. En dan heb ik nu Arrows ready als hij met Skarmie komt. Nee, maar hij komt wel met Minions. Even met Minord. Met Minions, dus die ga ik wel eventjes rustig arrowen. En dan doen we redelijk wat damage met deze push. We pakken ongeveer de helft van zijn toren. Hij zegt well played. Ik zeg dankjewel dat je dat zei. Ik ga voor de rest naast deze Knight denk ik niks doen. Omdat ik denk dat ik veel meer minder elixir heb. Dus dat is fijn dat ik ook niet meer had hoeven doen. Gaan we even kijken wanneer hij met zijn Royal Giant komt. Ik denk namelijk ieder moment. Ik twijfel of ik Bolen nu wil. Toen hebben we maar 5 elixir om te verdedigen hier al RG. Maar nu hebben we er weer 6 en het doet in de back. Heel fijn dat hij dan in de back doet. Good luck, jij good luck. Wacht ik nog eventjes. Doe ik archers in de back straks. 3, 2, 6, 9 archers in de back. Zo. En dan gaan we gewoon graveyard komen voordat hij zijn Royal Giant kan supporten. Zo, en dan moeten we eventjes wachten. En dan hebben we nu eventjes niet meer genoeg voor de Infernatoren. Dus dan moeten we helaas. Bowler, wat ben je aan het doen? Bowler, wat ben jij aan het doen? Waarom kill je nou niet die Skarmie? Heel raar vind ik dat. Nou ja, doe weer Bowler in de back. Zo, en dan doen we zo weer archers links. Ja, oh nee, is niet eens nodig. We kunnen gewoon een Infernatoren knallen en arrows. Hoppatee, dat kan gewoon. Zo, top. En dan gaan we nu... Oh nee. We moeten die Ice Spirit... Of die Ice Spirit... Die E-Wiz is wel heel vervelend nu. Ja, even kijken hoor. Ik weet niet... Ik kan Graveyard komen. Weet je wat? Doen we gewoon. We doen het gewoon. Bowler draai je om. Nee, oké. Okay, freeze. Zo. Wat een verschrikkelijke freeze. Oh nee. Even denken. Wat is dus slim? Bowler... Dan komt hij met RG natuurlijk, Ik kom altijd met RG. Dan doen wij dit. Doen wij snel dit. En dan gaan we die RG stoppen met een freeze. Zo. Gooien we een Knight erop, zodat niet die Iwis mee gaat bemoeien. Top. Fijn. Nice. Fijn. Graveyard. Nee, nog niet Graveyard. We moeten eventjes even rustig wachten voordat we die Graveyard doen. Doe ik weer een bowler? Ja, ik doe het weer een bowler, want ik heb niks anders. Of ik heb wel wat andere dingen, maar ik doe toch gewoon een bowler. Duke Archies hier in de hoek. Zo, nu kunnen we een graveyard... Als ik kom even niet meer in Royal Giant. Oké, dan wel. Oké, dan doen wij dit en doen wij dit. Zo, en dan stoppen we weer die push. Maar dan kunnen we weer niet aanvallen. Hij doet weer Skarmie. Schrikkelijke Skarmie. Nee, oké, wacht. Oh, hij poisoned dat. Dat is heel dom. Nu kunnen we namelijk een dikke push gaan doen.
Nu kunnen we een dikke poes snel vriezen voordat de bowler dood is. Top. Doe ik eventjes dit hier. Oh, die, dat was best wel dom. Dat was best wel dom. En we pakken niet de toren, want we zijn echt noob. 13 seconden. Ja, we kunnen nog één ding snel proberen. Snel knight en snel graveyard. 11, 10, 9, arrows, 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 arrows. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, dit wordt nog close. Dit wordt nog close. Oh, net niet. Net niet. Dat was echt nog close geworden. Ik weet niet waarom hij lacht. Ik snap het echt niet. Maar oh, dat was close. Wat is zijn PR? Wat ben je aan het doen, Floris? Wat ben je aan het doen? Dit zijn echt noobs. Deze moet je echt gewoon ogen dicht kunnen winnen. Ik ben ook wel een nieuw deck aan het spelen, maar alsnog, dit hadden we ogen dicht moeten pakken. Archers in de back. We hebben gewoon een PR van verdomme 5000. Bijna 5100. We moeten dan gewoon dik dit kunnen winnen. Ja, Boder rustig. Boder in de back. We hebben helaas geen graveyard, anders had ik Knight Graveyard combo gedaan. Hij pompt. Ik ben daar niet zo fan van, dat hij nu aan pompen is. Wat gaat hij nu doen? Hij doet dat. Oké, dan doen wij dit. En hebben wij nu toch wel graveyard? Ja, daar is de graveyard. Doe ik Ice Spirit. En dan doe ik nu niet een graveyard, want hij gaat een level 7 golem neerknallen. En hij heeft een level 4 prinses. Wat een feest. Oh, dat waren mooie arrows. Dat waren mooie arrows op die goblins ook nog eens. Maar we kunnen nu wel een hele lekkere counterpush maken met de graveyard straks. Wacht ook eventjes tot die bowler die Ice Wizard gekilled heeft. En dan gaan we komen met de graveyard. Even wachten, even wachten, even wachten. Zo, ja, pomp maar jij. Pomp maar lekker. Pomp maar lekker. We kunnen zelfs dit, dat ga ik niet doen. Ik ga dit niet vriezen. Ik ga het niet vriezen. Ik ga het toch wel vriezen. Ga ik het vriezen of niet? Nee, ik ga het niet vriezen. Anders komen er te weinig elixir. Dit is prima dat we het zo hebben verdedigd. We hebben nu alsnog ongeveer evenveel elixir. Misschien iets minder. Knight in the back. Ja, oké. Okay, ga je weer via die kant golem. Maar het is fijn dat hij niet de andere kant gaat. Doe ik Boder zo. Helemaal in de back. En dan doen we zo weer een Inferno Toren. We hebben best wel een counter tegen de golem. Dat is natuurlijk altijd wel fijn. Ik doe snel eventjes dit. En dan kan ik dat arrow wel, want ik ben niet zo fan van die prinses. Oh, pakken we weer goblins. We pakken weer twee goblins mee. Dat is natuurlijk altijd... Oh, nee. Dat is natuurlijk altijd wel heel fijn, wou ik zeggen. Maar dit is zeker niet fijn. Ik had het niet moeten arrowen. Dit was nou echt heel onverwachts. Oh, GG Toren. Nee. Nee. Oh, nou, niet GG Toren trouwens. Niet GG Toren, maar wel bijna. Even snel hier een Ice Spirit op doen. Ah, ik had echt totaal niet verwacht dat hij Meenord had. Wel goed verscholen gehouden. Nu doe jij Golem nu. Ik doe eventjes een graveyard. En dan kan ik dus nu niet arrowen die prinses. Aangezien die dus andere dingen heeft. Ik ga eventjes dit vriezen. Zo. En dan wil ik die Golem niet vriezen. Dat is precies mijn bedoeling. Zodat die Golem wegloopt. En zodat we rustig wat damage kunnen doen. Oké, snel arrows. Snel arrows. Sneller, sneller, sneller. Top. Doe ik even de knight hier. Zodat straks de Eowyn en de prinses op de knight is. En niet op de Inferno Toren. Want die Inferno Toren hebben we nodig. Aangezien die met moeite die Golem neerkrijgt. Snel bodertje, 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 bodertje. Want die tankt voor alles. Zo, hop, lopen bowler. Zodat niet de toren onderschot is. Lopen bowler. Kom op, kom op, kom op. Lopen, lopen, lopen. Nee, we zijn echt een lul. Arrows maar, want we zijn nu al de lul. We hebben al verloren. Oh mijn god, man. Oh mijn god. Laat maar zitten. Was een leuk idee, bowler. Gaan we dit verder doen? Dit gaan we niet nog een keer doen. Was een leuk ideetje misschien, maar ik ben hier gewoon echt te slecht in. Let op, ik gok nu gewoon letterlijk 4700 PR. Excuses voor het ongemak. U heeft zojuist gekeken naar beelden van een speler die niet zo goed speelde. Dit was echt heel slecht. Oké, ik ga nog eventjes een leuk deck maken. Dan gaan we daar een andere keer mee spelen. We gaan het niet graveyard doen, want dat is gewoon maar level 2. We moeten gewoon slim zijn. Wat willen wij nou mee spelen? Waar willen wij nou mee spelen? We maken even een deck en dan gaan we dan een volgende video mee spelen. Ik denk dat de volgende video ook een klembeoordelen video weer wordt. Oké, we gaan het gewoon met zo doe ik dat zo. In mijn eentje doe ik dit ook altijd zo. Ga ik gewoon langs. Wat heb ik nou hoog en wat wil ik nou spelen? Welke win-conditie wil je mee gaan spelen? Want er zijn er heel veel. Je hebt Golem. Die Golem level 6 ziet er eigenlijk best wel lekker uit. Maar ja, ik ben niet echt een Golem speler. Ik ben er niet heel goed in. Lavant level 2 gaat hem niet worden voor mijn hoogte. Hoe ik zit, zeg maar. Hoe hoog ik zit. RG kan natuurlijk altijd. Maar dat vind ik gewoon verschrikkelijk saai. En verschrikkelijk gewoon om mee te spelen.
Dan hebben we nog een Giant. Maar Giant level 9 is net zoals Hogwarts level 9. Het gaat hem denk ik niet doen. We kunnen met Ballon spelen. Kan ook altijd. Maar Ballon level 5. Nee. Dan wil ik level 6. En dan komen we, dan stuiten we toch echt weer op of die Mortier of die Royal Giant. Maar ik wil daar eigenlijk niet mee spelen. Maar je hebt gewoon letterlijk niks anders. Of Graveyard. Dus we gaan toch gewoon die Mortier er weer in doen. Dan houden we Knight erin. Dan gaan wij... Ja, we kunnen toch weer... Ja, we kunnen weer een Martyr Cycle deck. Maar ik vind dat gewoon verschrikkelijk. Ik ga even kijken wat onze grote vrienden in de clan mee aan het spelen zijn. Booty Brett, die killt het weer met dat deck. Oh, dat is denk ik een... dat is denk ik een niet zijn deck online. Nee, weet je wat? We gaan gewoon even kijken de top van Nederland. We gaan even kijken de top van Nederland. Tommy staat op 5k nu al. Toch weer met Marco deck, hè. Toch weer met die Marco deck. Trainer Sjoerd gaat echt als een malle. Ik ben benieuwd dat hij online speelt. Volgens mij was het Martyr Cycle. Doet hij heel lekker. Even kijken wat Daan aan het doen is. Daan is Hogwarts aan het doen. Maar die heeft level 10. Dat heb ik niet. Dus dat ga ik niet proberen. Axel is waarschijnlijk Marco deck. Ah, dat is een deck voor challenges. IJzer doet Martyr. Kijk eens aan. Maar het probleem is dat ik Fire Spirits... Dit zijn trouwens wel heel veel hogere levels dan mij. Dat moeten we niet vergeten. Maar die Fire Spirits level 13, dat heb ik niet. Kaspelier is Hogwarts. Nee, dat is een challenge deck dan. Dit is wel leuk. Ik ken die mensen natuurlijk altijd allemaal wel een beetje. Natnek, wat speelt die? Ik denk iets van Reus of... Nee, dit is ook een challenge deck. Denk ik. Of niet, weet het niet. Verder. Chachi is omhoog gegaan. Wat speelt hij? Speelt Golem. Zou dit zijn online deck zijn? Online deck zijn? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Anders hadden we dat wel kunnen proberen. Voor de rest, ja. Ronnie natuurlijk altijd hoog met Mortier. Ik weet het niet, boys. Ik vind... Toch Marco deck, wat heeft Tommy voor Graveyard level? 3 waarschijnlijk. Niet 4. 3, ja. Ik ga toch Martyr Cycle weer gaan doen. Maar ik vind het nou niet super. Dan pakken we even Ronnie's deck. En dan gaat wordt dat deck, of, ja, ongeveer het deck waar we de volgende video mee gaan spelen. Alleen ik moet die goblins moet ik... Dit moet ik veranderen door goblins, want level 9 is een beetje laag. Nou, dan wordt dit het maar weer. Jongens, ik hoop jullie genoten van de video. Trouwens, ik heb een log in de shop, maar ik ga het niet doen. Omdat... Ja, omdat ik wil gaan sparen voor die Nightmax level. Maar ik heb dus een beetje laatste het stukje van de video proberen aan een deck te maken. Of een beetje met jullie doorgenomen wat een deck nou moet gaan worden waarmee ik hoog ga halen. Want het werkt nu eventjes niet meer goed. Jongens, ik hoop jullie genoten hebben van de video. Bedankt voor het kijken. Ik heb mijn naam dus eindelijk weer terug. Ik zie hem in de volgende video. En tot dan.